niet geluisterd. Belachelijk. Dominant mannengedrag. Dat hij me aanklaagt. En daar ben ik gruwelijk bang voor. De mensen kijken me nu echt op me neer. Nieuws. Michelle, je bent alweer druk aan het knutselen, zie ik. Ik ben wel lekker aan mijn hobby. Zeker, zeker. Ja, want wat doe jij precies? Ik ben automonteur. Al 14 jaar. Dat kan als vrouw zijn. Is moeilijk. Wordt me erg moeilijk gemaakt. Ja? Ja, dat wel. Jij bent boos? Ik ben best wel boos. Op wie? Rick van Stiphent. Jij hebt meegedaan aan een soort van popstars, maar dan voor automonteurs? Zo zou je het bijna kunnen zien, ja. Ja, ja, ja. Rick heeft een challenge op het internet gezet en uitgevoerd voor een rechterhandje te zoeken voor zijn bedrijf. En hij wilde dit allemaal zo opzetten en ik denk, nou ja, waarom niet? Je hebt eerst gesolliciteerd voor een baan en toen werd je afgewezen via de mail? Ja, klopt. En toen werd je later weer opgebeld? Ik denk een week of twee, drie. En toen mocht je opeens wel komen? Ik mocht wel komen. Hey! Ja, ik sta er boven de deur. Ik zeg ook een hele hoop en er wordt ook niet geluisterd. Tijdens ja, maar we hebben het al verprutst. Jij bent ook dwars aan het doen. Dit heeft geen zin. Michelle, we beoordelen in dit geval op twee fronten. Vakkundig en sociaal-emotioneel. Sociaal-emotioneel scoor je wat minder. Je begint ook een beetje te trillen. Ja, klopt. Ik ben hier wel heel zenuwachtig voor. Wat hier allemaal weg gaat komen, hier achterweg. Ja. Wat kan er achterweg komen? Rechtszaken. Dat hij me aanklaagt. En daar ben ik gruwelijk bang voor. Maar het is ook een stukje werk, zakelijk. En daar word ik lelijk in mijn vingers gesneden. Mensen kijken me nu echt op me neer. Laat even zien waarom jij nou zo'n goede monteur bent. Kijk om je heen. Ik doe het allemaal in mijn eentje. Sleutelt ook aan de auto van Mr. Bean, zie ik. Als het moet, dan moet het. Hoe oud is deze auto eigenlijk? Deze is van 1988. Ja? Ja. En die... Wil je toch niet meer in rijden, joh? Jawel. Wat is er dan leuk aan? Gewoon de feeling. Ja? Geen stuurbekrachtiging. Zo'n grote pook erin lopen, rousen. Hier, kijk, een echte Volvo motor. En achter jullie staat ook nog een mooie oude klassieke BMW onder het doek. Mijn gabberbakkie. Ja? Je houdt echt van gabber ook? Ja, 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 ja. Vind ik mooi. Wat? Lekker! Ja, zo ga je over de weg? Jazeker. Natuurlijk wel een beetje normaal met rijden, hè? Je bent geen Rick van Stip? Nee. Nee. Met 300 km per uur over de weg? Nee, nee, nee. Er zijn ook medeweggebruikers. Ik heb nog een hoop seksverzoeken gehad via het internet, echt. Oh, dus het heeft toch nog wat opgeleverd? Ja, ik zou zo die andere business in kunnen gaan. Zat er een lekker monteurtje tussen? Nee, ik ben een type wel wat eerst wil leren kennen, zeg maar. Ik ben heel ouderwets. Eerst leren kennen voordat er gesleuteld wordt. Bewijzen van. Jij wil een excuses van Rick? Ja, ik wil een excuses van Rick. Zullen we hem even opbellen? Ja, is goed. Ja, nou ja, ik ondervind gewoon heel veel zakelijke problemen nu qua werk zoeken. Ik ben op meerdere plekken afgewezen al, omdat ik gewoon verschut sta. Je was al een behoorlijke tijd werkeloos, ook voordat je hier aan die challenge begon. Ik was niet op de hoogte dat jij je zo op zou stellen. Ik heb je tussentijds echt gecoacht van, joh, zeg wat je vindt, want dat moet je zeker te weten doen, maar pak het wat netter in. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Sterker nog, dat staat ook in ons item. Jij krijgt dingen onder de auto los wat een ander niet kan. Als je even onze uitzendingen goed bekijkt, zit dat er ook in. Ja. Maar uiteindelijk heeft ze het op het sociale stuk heeft ze het verloren. Als de challenge er niet was geweest, had ik op een hele, hele andere manier mijn vakkwaliteit wel en niet kunnen laten zien. De manier hoe ik op beeld ben gekomen, zijn heel veel bedrijfseigenaren hier in het noorden die gewoon niet meer naar mij om willen kijken hierdoor. Ja, maar zo heb jij jezelf gepresenteerd, Michelle. Dat is jouw gedrag. Daar kunnen wij niks aan doen. Dat is jouw gedrag. Maar ja, ze wou een excuus. Kan ze die krijgen? Of? Nee, zeker niet. Want ik heb mijn werk gedaan. Ik bedoel, wij hebben alles voor haar betaald. Sterker nog, ze zei tegen mij nog, ik heb nog geen 100 euro meer op mijn rekening staan. Wil je alsjeblieft al mijn overnachtingen betalen? Doen wij met alle liefde en met alle plezier. Maar ga dan niet achteraf zeggen, ja, nu krijg ik geen baan. Je had van tevoren ook geen baan. Ik kan je ook het volgende vragen. Ik wil graag in Brabant wonen. Misschien dat jij mij kan helpen dat ik daar ergens wat kan gaan doen buiten jouw bedrijf om. Dat wil ik zeker te weten doen. Als jij in Brabant komt letterlijk wonen, hè, dus je gaat echt verhuizen, dan wil ik daar wel in meedenken. En nogmaals, Michelle, ik vind je een tof wijf. En zolang ze over je praten, zijn ze je niet vergeten, zeg ik altijd. En ik heb ook nog iets te zeggen over jou. Gewoon, ik had je graag beter leren kennen. In plaats van zo afstandelijk. Dat had ik echt gewoon leuk. Michelle, op welk vlak?
Gewoon aan de koffietafel. Nou, binnenkort maar eens een keer een bakje koffie doen. Je bent van harte welkom, Michelle, nog steeds. Lieve mensen, we zijn onwijs blij met jullie als kijker, maar zonder betalende leden kunnen wij niet voortbestaan. Dus klik even op de link in de beschrijving en steun ons.